Ja, ik heb een tijdje terug een video gemaakt om te laten zien hoe ver dat je geraakt met een elektrische motor, dat je daar eigenlijk echt wel ver mee geraakt. Gewoon door op de juiste manier te rijden. Vandaag ga ik het op de omgekeerde manier doen. Dus ga ik laten zien hoe verkeerd dat je, of hoe, ja, hoe niet ver dat je geraakt door het verkeerd aan te pakken. Toen ben ik eigenlijk naar Brugge gereden. Nu, ik betwijfel dat ik er ga geraken hoor, maar dus mijn doelstelling is Brugge. Ik ga mijn fouten ook oplijsten. Om aan te tonen van kijk, dat zijn de dingen die je anders moet doen als je wil elektrisch rijden. Want ik heb het eigenlijk laten zien, hè, die dag dat ik die, wanneer, wat was dat, 350 kilometer heb ik toen gereden, elektrisch, met een paar keer bij te laden. Vandaag ga ik dus fouten maken. Het is al begonnen, kijk, ik heb mijn navigatie niet aanstaan. Ik weet dat ik naar Brugge ga. Ik heb een idee dat ik er naartoe rijd, maar ik heb niet, ik weet niet 100% hoe ver dat is. Het is 100, nee, het is zelfs meer dan 100 kilometer, want ik maak eigenlijk een klein beetje een omweg. Ik heb geen navigatie om te zien wat dan de opties zijn van de verschillende routes, welke afstanden dan dat zijn enzovoort. Dus dat is één fout, geen navigatie gebruiken. Tweede fout is dat ik aan het 70%, of ja, het was 71 zeker daar op de oprit, maar al rond het 70% ben vertrokken. Dus ik ben vertrokken met een niet volledig opgeladen batterij. Ah, een derde fout. Ik heb mijn achterband niet opgepompt en ik zit met een lek. Dus het is niet optimaal. Ja, de vierde fout. Dus de vierde fout die ik nu aan het maken ben, is dat ik over de snelweg aan het rijden ben. Dus ik ben nu, ja, dit is de aanloop naar de snelweg toe. Ik ben nog niet op de snelweg zelf. Maar ik kom zo meteen op de snelweg. Dat maakt dan mijn route in kilometers en absolute afstand iets langer is. Ik heb nog niet gekeken hoeveel het is, maar dat zal dus iets meer dan 100 kilometer zijn. En een ander nadeel is dat je dus continu aan hogere snelheden rijdt, wat niet ideaal is, omdat je meer luchtweerstand hebt. Maar hier kom ik de snelweg op, zie je? Ik moet eerst dit stukje afleggen. Hoeveel is dat? Ja, ik denk is dat 10 kilometer of zo heb ik nu gereden, zoiets. Dus de vierde fout was dat ik over de snelweg ga. Dan een vijfde fout zou zijn als ik nu een andere modus dan Eco zou kiezen. Nu, dat ga ik nu niet doen, want dan raak ik zeker nergens. En dan zitten we aan de zesde fout. Is dat ik gewoon op snelheid blijf rijden. Dus ik heb de cruise control ingesteld op 115 km per uur. Ik kan met deze Eco-modus kan ik sowieso maar 120 km per uur. Maar kijk, ik ga proberen. Ik zal zien wat ik raak. De range is al gezakt naar 50 km. Dus ik ga er sowieso niet raken. Hier zie je Brugge. Hier kan ik nog altijd terug naar Ronsen. 17% dat kun je nog over. En kan nog 18 km rijden. Als ik in Kortrijk ga, dan zal ik heel blij mogen zijn. Ik heb net een nieuw garantieprobleem ontdekt bij mijn Zero. Ik heb het al bij andere modellen ook, of bij andere eigenaars ook gehoord, maar ik had er zelf nog geen last van. Hier zit vocht in mijn display. Ja, we zitten aan 10% accu en nog 10% range. We zijn nog niet eens in Kortrijk. Ik ga een beetje vertragen dat ik dat ik op zijn minst in Kortrijk raak. Ik zou eigenlijk gewoon beter aan de kant gaan, zeker aan een laadpaal zoeken. De kerktoren, maar het is niet de kerktoren van Kortrijk. Ik had er gewoon daar moeten afrijden natuurlijk. Ik ben al achter mijn onbestaand scherm gedoken. Goed nieuws, ik kom in Vlaanderen. Allee, ja, dat gaat niet helpen met mijn range natuurlijk, maar dat wil zeggen dat ik Kortrijk ook nader. Nog 5 km range, dus dat blauwe bord moet ik wel kunnen halen. Ja, ik ben even op mijn telefoon aan het kijken, want ik kan er hier niet af blijkbaar.
van de snelweg. Dus ik ben even op mijn telefoon aan het kijken. Ja, dus ik sta daar met nog maar een paar % over. En daar is blijkbaar, ik moest er daar af, maar het is daar een omleiding. Dus ik ben nu aan het zoeken hoe dat ik toch nog op die baan raak. Was die omleiding hier er niet geweest, dan was ik er wel geraakt volgens mij. Non, c'est une. Ah ouais. C'est peut-être si on a. Hij staat daar op te laden nu. Het is een. Voor Mitsubishi heeft blijkbaar EV's ook. En, dus ik had super veel geluk dat er daar juist iemand passeerde met een takelwagen, die heeft mij getakeld. Hier, dat is een live lootbox. Legertrucks ofzo. Zouden dat kisten zijn als ze droppen? Ja, want dan zo'n lessen aan. Met parachutes. En het grappige is als ik daar opreed op die garage, dus die laadpaal staat aangeduid op de kaart, op de GPS en de app. En als ik daar opreed, kwamen die mensen naar buiten van die garage en zeiden: "Dat gaan ze meer, dat is een juiste stekker niet." Hè. Wat het natuurlijk wel is. Ja, die mens zegt: "Als ik u een tip mag geven, loop naar de kerk. Dat is een broodjeszaak." Ja, ik ga een vuilbak zoeken en terugstap langs mijn weg om 12:30 al terug moeten aan het rijden zijn. Als ik op tijd thuis wil zijn. 51 opgeladen, 60 range. Ik ga vertrekken. Ik ben nu al 9 minuten te laat. Ongeveer met 30% range kan ik normaal zien van 50 km rijden ze. Ik ben thuis geraakt, het is aan het opladen.